Thomas Poelstra van de ChristenUnie. Vergadering net afgelopen. Hoe sta je hier met wat voor gevoel? Uiteindelijk sta ik hier toch wel weer in die zin met een goed gevoel dat ik dacht van het is wel een waardig debat geweest. Ik wist wel van tevoren dat we toen niet bij elkaar zouden komen. Daarvoor lagen de verschillen te ver uit elkaar. Maar ik vind wel dat iedereen, alle fracties waardig een woord hebben kunnen doen. En een eigen duiding hebben kunnen geven aan het verhaal. Ik vond in die zin denk ik de lokale politiek, waar het ook veel om ging, die heeft in die zin wel gezegevierd. En het debat hoort hier in deze raad plaats en niet zeg maar via eigen kanaal of wat dan ook. Hier kunnen we met elkaar discussiëren, hier kan de pers naartoe komen en hier kun je met elkaar van gedachten wisselen. Toch, wat je sprak wel harde woorden richting BGZ, een sfeer van intimidatie hoorde ik. Ja, wat moet ik daaronder verstaan? Dat heeft vooral ook met de manier van politiek bedrijven te maken. Wij zijn een partij die vooral vanuit vertrouwen wil denken en doen. En ik merk zeker de laatste maanden dat BGZ vooral uit wantrouwen denkt en handelt. Voortdurend doorzoekt, niet vertrouwt. Neem een voorbeeld wat zelf werd aangehaald richting mevrouw Veldman. Ze zou misschien iets verkeerd gezegd hebben, ik weet niet eens wat, maar dan gelijk eisen. Dat je iets ratificeert, ik vind dat geen gezonde verhouding. Zo ga je met elkaar om. Dat vind ik een sfeer van intimidatie. Dat je een ander voorbeeld vond ik waar ik absoluut niet blij mee was, dat we in deze zaal een persconferentie plaatsvond en dat onze gemeentesecretaris de toegangen wordt ontzegd. Dat vind ik een sfeer van bangmakerij en daar hou ik me verder van. Komt dat ooit weer goed tussen jullie partijen? Of is hier veel kapot gemaakt de afgelopen week? Nou, er is natuurlijk. Het is wel opgebouwd, zeg maar. Hè. Het zal eventjes duren voordat het weer goed komt. Tegelijk is het zo, we hebben het met elkaar te doen. De heer Rietman zei het ook mooi. Dus we moeten met elkaar verder. Wij zitten niet zo in elkaar van dat wij nu voortdurend slecht gaan denken over de BGZ of slecht gaan spreken. Helemaal niet. We gaan vanuit onze eigen kracht, vanuit onze eigen visie gaan we verder. En in die zin heb ik even weer rust nodig, maar daarna moet het weer mogelijk zijn om met elkaar deze mooie gemeente te besturen. En dat betekent ook dat er een nieuwe coalitiegenoot bij moet. Hoe gaat dat proces? Wanneer beginnen die gesprekken en wanneer mogen we de derde partij verwachten? Nou, die gesprekken die gaan natuurlijk zo snel mogelijk van start. Misschien wel deze week of misschien volgende week, maar ik denk misschien wel nog deze week gewoon starten om te kijken van wat is de meest kansrijke nieuwe coalitie. En zodra ik er meer van weet, dan laat ik het jullie weten. Nou, ik heb de indruk dat meerdere partijen het wel zouden willen in ieder geval. Ja, dat is wel mooi. Dat heb je ook goed opgemerkt. Dat heb ik ook opgemerkt. Ook aan de bijdragers kon je het vermerken. En dat vind ik niet alleen fijn omdat wij dan snel naar een meerderheid kunnen. Maar ik vind het ook fijn dat je ziet dat heel veel partijen, ook we zien dat er veel moet gebeuren aan deze gemeente, dus ook de verantwoordelijkheid willen nemen. En dat is een compliment naar alle partijen toe. Door te zeggen van, hey, je kunt een beroep op ons doen. En straks dan zitten wij weer voor de luxe dat we moeten kiezen. En dan stel ik weer andere partijen niet tevreden. Maar dat is dan niet anders. Maar ik ben blij dat bijna alle partijen die verantwoordelijkheid ook gewoon nemen. Zo van, hey, wij willen wel mee om deze mooie gemeente te besturen.